alle soorten burgers. Over een korte tijd staan de Mac-kroketten ook op het menu. Het is wel lekker snavelen, hoor. Het is wel lekker snavelen. En mijn bakkie. De koffie is de beste in de wereld. En het is altijd heet. Erg heet. Maar beter heet dan niet te heet. En een haastige hond, die verbrandt zijn mond altijd, zeggen ze. Ik ben naar de Jacobus. Nou, wanneer u iets te vragen heeft of iets wil me uit laten leggen, dan schrijft u het maar even op Facebook en dan zal ik er antwoord op geven. Want ik weet nou niet meer wat ik moet zeggen. Ik ben zo gezegd uitgepraat. Ik heb nou genoeg over ketten gepraat. Zowat al een uur of zo, hoe lekker ze zijn en dit en dat en zo. Dus dan moet ik er nou maar eens een keertje mee ophouden. Nou weten jullie het allemaal wel. Ja. Wat is het leven toch mooi, hè? En wat gebeurt er toch een hoop het leven als je nou nagaat? Dat zo'n Mac-kroket kost 2-3 euro. En toen ik ze maakte, toen ik ze rolde, in 1954, ik was 11 jaar, toen kostten ze 30 cent. Maar het waren centen, die waren centen van guldens gemaakt. Die waren van, er waren guldencenten. Nu hebben ze andere centen, die zijn 2,2 keer zo duur, die centen. Dus uiteindelijk was het geen 30 eurocenten, maar gedeeld door 2,2, dan kom je zo rond de 15, 16 cent zo'n beetje. Het is toch wat, kan je je voorstellen, maar dat zat mijn opa, zat dat ook vroeger altijd te vertellen. Die vertelde dan, die was een jaar of 70, was een oude man. Ik was 10, hij was 70. En dan zat hij te vertellen hoe goedkoop de sigaren vroeger waren. En dat was dan in 1952. De sigaren vroeger, die waren goedkoop. Die waren 2 cent een sigaren.
En we begrepen dat allemaal niet. Maar ja, hij zei, ja, maar dat was echt waar. En nou zijn ze duur. Ja, toen waren ze 15 cent of zo. Ja, toen waren ze goedkoop. Hij noemde het duur, maar die waren goedkoop. Want nu kost een sigaar zeker zo'n grote sigaar, kost zeker 80 eurocent of zo. Of misschien wel 90, ja. Ja, oké, nou, we laten het hier maar eventjes op. Het was wel heel erg leuk eventjes met u gebabbeld te hebben. Ik zal het eventjes op het internet zetten en dan kunnen jullie wel even zien. Want een hoop mensen die zitten al van, hoe laat komt het nou? Hoe laat kom je morgen op het internet? Want die zitten gewoon te wachten. Ik heb ook iemand die zegt, nou, ik vind het wel leuk om naar jou te kijken. Dat is wel wat anders, want ik ben gepensioneerd en voor mij is er niet zoveel aan. Ik zit in een klein kamertje en dit en dat en zo. En ik zit eigenlijk achter de geraniums. Geraniums. Dat is een soort bloem. En daar zit hij achter. Hij zit achter de geraniums. Ik weet niet wat een bepaald gezegde is of zo, maar... Want mijn opa zat ook achter de geraniums. Ja, dat waren geen geraniums, maar dat noemden ze zo. Die zat op een stoel, die zat bij het raam. Die woonde op de 29, op de Alkmaarseweg 29. Die zat op een sigaar, op een grote stoel achter het raam. En die zat mijn sigaren te roken. Die rookte. Als we dan bij opa langskwamen, heb je nog een sigaar voor opa meegenomen? En dat is het enige, ik kan alleen maar herinneren dat hij in de stoel zat sigaren te roken. Ja, hij zegt, want opa is ook al oud, opa in 52, hij zegt, opa is ook al oud, die is 70 jaar. En toen zei opa, gaat u ook met de oude vandaagen mee? Dan gingen ze vroeger, die oude vandaagen, die gingen dan een dagje op vakantie met de bus van Oostrom en dan Korzoet en Kamhout, die reden dan voor Van Oostrom en dan gingen ze een dag uit met de oude vandaag. De oude vandaag. Hij zei, wat denk jij dat ik bij die oude mensen ga zitten? Tussen die oude mensen in ga zitten? Nee, dat doe ik niet. Maar hij was wel ontzettend braaf. Hij ging iedere dag naar de kerk. Hij is zijn hele leven naar de kerk gegaan. Een keer ging hij naar de kerk en daarbij... Bij Admiraal, de brillenwinkel. En Engelhard, die viswinkel waar we wurpen gingen kopen om te vissen en maaien. En daar op de stoep was hij op weg naar de kerk. Het was zo glad, was hij gevallen. Had hij zijn arm gebroken. Dan moest hij naar de masseuse. En dan ging hij naar de masseuse toe en die masseerde hem dan. En dan kwam hij bij ons lang en dan zat hij van, oh, dat deed zo zeer. Hij deed dit en hij deed dat en zo en alles. Zat hij te huilen. En ja, hij is toch evengoed nog 80 jaar geworden. 80 jaar, toen zat ik in dienst en toen overleed hij. Ja, maar ontzettend rooms-katholiek. Vreselijk. Als hij bij ons was en wij zaten, we gingen eten of zo, dan was het van, moet je niet bidden? Nou, dan deden we even zo, nee, dat kan niet in de naam van de... Ja, oké, het is 12 minuten ondertussen even goed geworden. Toedelieloe. Het beste. Heb een gezellige dag, jongens.